Wat wil het zeggen als talen familie van elkaar zijn? En wat is eigenlijk een taalstamboom? En als twee talen op elkaar lijken, betekent dat dan automatisch dat ze familie van elkaar zijn? Wat is eigenlijk standaardisering? Dat zijn de vragen die in dit college worden beantwoord. Kijk maar eens even met me mee op de handout. Dan zie je daar allemaal woordjes voor huis en die woordjes die lijken allemaal nogal op elkaar. Hoe denk jij nou dat dat komt? Nou, we hebben hier te maken met allerlei variëteiten die familie van elkaar zijn. In dit geval verklaart dat familie zijn die overeenkomsten. Want al die variëteiten die je daar ziet staan, Nederlands, Fries, Duits, Engels, Gronings, Drents, Afrikaans, Deens, Noors, Zweeds, dat zijn allemaal variëteiten die ontstaan zijn uit één en dezelfde variëteit, uit één en dezelfde taal, namelijk het Germaans. En uit dat Germaans hebben ze allemaal dat woordje huis geërfd. Vandaar dat het in al die talen nog steeds op dat oorspronkelijke woord lijkt. Nou, jij bent meer familie van je broer of je zus dan van je neef of je nicht. En dat is met talen ook zo. En soms kun je dat heel mooi zien. Kijk maar weer eens even mee op de handout. Wat valt je nou op als je de woorden voor nacht vergelijkt in de talen die daar staan? Het Nederlands, het Fries, het Duits, het Engels, het Gronings, het Drents, het Afrikaans, het Deens, het Noors en het Zweeds. Ik denk dat als je even kijkt, dat ook jij die talen in twee groepjes kunt verdelen. Namelijk de talen waarin je voor die T-klank nog wel een G-klank hebt en de talen waarin dat niet het geval is. En ik denk dat je ook zegt dat Deens en Noors en Zweeds dat die met elkaar een apart groepje vormen. Nou, dat is ook zo. Dat Germaans dat we net noemden, dat begon zich op een gegeven moment, we weten niet helemaal wanneer, maar ongeveer 200 jaar na Christus zo'n beetje, begon zich dat op te delen. Toen begon een deel van de sprekers begon een aantal gekke dingen te doen. Bijvoorbeeld het weglaten van die G-klank tussen een klinker en een T. En daardoor ontstond binnen dat Germaans een nieuw groepje, namelijk het Noord-Germaans. Je zou kunnen zeggen dat het oude Germaans zich langzaam in twee talen, twee dialecten, twee variëteiten ging opsplitsen. Een noordelijke groep en een niet-noordelijke groep. Nou, dan zeg je misschien, en het Engels dan? Het Engels heeft ook geen G-klank meer, in het Engels is het night. Dat is waar. In het Engels is veel later nog weer iets anders geks gebeurd. Maar nou is het mooie van het Engels, dat die spelling van het Engels zo conservatief is, dat je aan die spelling van het Engels nog steeds kunt zien dat ze daar ook nog heel lang nicht hebben gezegd, dus met zo'n G-klank erin. Nou, die niet-noordelijke groep, laten we die voor het gemak even het West-Germaans noemen, die begon zich op een gegeven moment ook weer op te splitsen. En je hebt daar twee belangrijke splitsingen en dat kun je ook zien op je handout. Kijk maar eens naar de woordjes voor appel die je hebt in het Nederlands, het Fries, het Duits, het Engels, het Gronings en het Drents. Waarschijnlijk valt je ook hier op dat één taal een beetje gek doet. Namelijk het Duits, het Hoogduits. Die sprekers van het Hoogduits die begonnen in de loop van de middeleeuwen ook allerlei gekke dingen te doen. Ze gingen bijvoorbeeld allemaal P-klanken, gingen ze vervangen door F-klanken of combinaties van die twee. Zo heb je in het Nederlands nog steeds dorp en in het Duits is dat dorf geworden. En op dezelfde manier heb je in het Nederlands nog steeds het oude Germaanse appel. En heb je in het Hoogduits gekregen apfel. Nou, dat is niet de enige verandering, want min of meer in dezelfde tijd, ook in de loop van de middeleeuwen, gebeurde er rond de Noordzeekust ook nog wat geks. Kijk maar eens mee op de handout. Daar zie je dat in het Nederlands het woordje kerk bestaat. En dat lijkt ook op het Groningse woord kerk en op het Drentse woord kark. Maar het Fries en het Engels vallen hier erg op, want die hebben daar tjerke en church met een tje-klank. Nou, dat is gek. Rond die Noordzee begonnen de mensen ook gekke dingen te doen. Ze gingen bijvoorbeeld de K-klanken gingen ze vervangen door tje-achtige klanken. Nou, op die manier splitste zich een groep af die we wel de Noordzeetalen noemen. Daaruit zijn later het Fries en het Engels ontstaan, terwijl de talen van het vasteland de oude medeklinkers hielden. Bijvoorbeeld het Nederlands en het Drents en het Gronings.
Nou, dan zijn we steeds dichter naar onze eigen tijd toegegaan, maar we kunnen ook van dat Germaans kunnen we teruggaan in de tijd. En op die manier kun je een stamboom tekenen van de alleroudste taal die we kennen tot de variëteiten, de talen en dialecten van vandaag de dag. En dat kan. Kijk maar eens mee naar deze stamboom. We zien daar als oudste taal een taal die we het Indo-Europees noemen. Waarom noemen we die zo? Nou, omdat het niet alleen de alleroudste vorm is van het Nederlands, maar ook bijvoorbeeld van het Duits, maar ook bijvoorbeeld van het Frans en het Spaans en het Russisch en ook van een heleboel talen in Azië. Bijvoorbeeld van het Perzisch, het Farsi en van het Hindi. Dus we noemen die taal het Indo-Europees omdat die gesproken werd van India tot helemaal in Europa, het Indo-Europees. Nou, dat Indo-Europees dat werd gesproken zo rond het jaar 1000 voor Christus en dat begon zich in de eeuwen daarna ook langzaam op te delen in nieuwe talen. Bijvoorbeeld het Germaans en het Latijn en het Slavisch en het Oud-Grieks en nog veel meer. Nou, dan zie je in die stamboom dat er voor een aantal van die taalnamen sterretjes staan. Zo'n sterretje dat betekent dat we die taal niet hebben kunnen terugvinden. We hebben beredeneerd, gereconstrueerd dat die moet hebben bestaan. Maar wij zullen dat nooit 100% zeker weten. We hebben het beredeneerd. Nou, zo rond 1000 voor Christus, toen gingen een aantal sprekers van dat Indo-Europees, die gingen een paar gekke dingen doen. En daardoor ontstond langzamerhand uit dat Indo-Europees een dialect of een taal, hoe je het maar wilt noemen, die we het Germaans noemen. En in dat Germaans, daar gebeurde een aantal gekke dingen. Kijk maar eens mee. Het valt je waarschijnlijk op als we weer kijken naar de vertalingen van het woordje huis in verschillende talen, dat je nou drie groepjes kunt onderscheiden. Het Nederlands en het Duits vormen een groepje, het Spaans en het Italiaans vormen een groepje en het Russisch en het Pools vormen een groepje. En dat klopt ook, dat het Nederlands en het Duits zijn ontstaan uit het Germaans, het Spaans en het Italiaans zijn ontstaan uit het Latijn en het Russisch en het Pools zijn ontstaan uit het Slavisch. Nou, die woorden in het Slavisch, hè, in het Russisch en in het Pools, dat is een beetje een apart geval. Maar als we nou heel goed kijken, dan zien we dat die woorden in het Nederlands en het Duits en het Spaans en het Italiaans, dat die nog best veel op elkaar lijken. Het opvallendste verschil is dat we in het Spaans en het Italiaans een K-klank hebben en in het Nederlands en het Duits een H. En dat is precies een van de gekke dingen die er gebeurden toen het Germaans ontstond uit het Indo-Europees. Want een heleboel van die K-klanken, die bestonden in dat Indo-Europees, die veranderden heel langzaam in H-klanken. En daardoor hebben we vandaag de dag nog steeds heel veel woorden die in het Nederlands en het Duits en het Engels en het Fries en verwante talen beginnen met een H, maar bijvoorbeeld in het Spaans en in het Italiaans met een K-klank. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvan, dat zien we hier. In het Indo-Europees bestond waarschijnlijk een woord dat veel leek op het woordje cannabis. Nou, die K van cannabis die is veranderd in een H. Er zijn nog een paar andere dingetjes veranderd en dat woordje cannabis heeft zich langzamerhand stapje voor stapje ontwikkeld tot het woordje hennep in het Nederlands. Nou, bijvoorbeeld in het Latijn is er veel minder veranderd. Daar is die oude K blijven bestaan, zodat we daar nog steeds het woordje cannabis hadden. En dat woordje dat hebben wij natuurlijk ook weer geleend in het Nederlands, zodat we nu met min of meer dezelfde betekenis de woorden cannabis en hennep naast elkaar hebben. Nou lenen talen dus blijkbaar ook wel eens woorden van elkaar. En dat kan er ook voor zorgen dat ze op elkaar gaan lijken. Op de handout zie je daar een mooi voorbeeldje van. Daar hebben we het woord televisie in een heleboel talen waarvan we weten dat ze helemaal geen familie van elkaar zijn. En toch lijken die woorden op elkaar. Nou, in dit geval hebben we te maken met een soort woorden dat noemen we internationalismen. Dat zijn woorden die in een heleboel talen over de hele wereld voorkomen. Oudere internationalismen, die stammen uit de 19e en begin 20e eeuw, dat zijn vaak nieuwvormingen aan de hand van Griekse of Latijnse woorden. In televisie hebben we dat ook, het stukje tele, dat is Grieks, en het woordje visie, dat is Latijn, en die zijn gecombineerd tot één nieuw woord.
Heel soms houdt de taal zich er niet aan, hè? Dan wordt het letterlijk vertaald. Hè? Denk aan het Duitse Fernseher. Maar je ziet in een heleboel talen van de wereld dat zo'n woordje als televisie voorkomt. Nieuwere internationalismen die komen vaak uit het Frans of uit het Engels. Hè? Denk aan een woord als computer dat in heel veel talen voorkomt. Hè? Is rechtstreeks uit het Engels gehaald. Nou, wat is nou eigenlijk zo'n stamboom? Zo'n stamboom die geeft aan hoe één taal zich langzamerhand opsplitst in nieuwe talen. Dialecten of variëteiten, maar net hoe je ze wilt noemen. En op een gegeven moment merk je dat zo'n taal opgesplitst is in twee nieuwe talen of dialecten die onderling onverstaanbaar zijn. Nou, dan zit er nooit ergens een breuk in zo'n ontwikkeling. Van die veranderingen die gaan altijd heel erg langzaam. Maar om toch over verschillende fasen van een taal te kunnen praten, hebben historische taalkundigen toch gezegd, nou, ongeveer van dan tot dan geven we een taal die naam. En dan iets later geven we hem die naam. Nou, ik heb die namen voor drie talen die we vaak tegenkomen. Het Nederlands, het Fries en het Duits. Even op een rijtje gezet. Kan best dat je ergens anders een indeling tegenkomt. Waarbij de verdeling net weer met 100 jaar verschilt. Hè? Het is allemaal geen exacte wetenschap. Maar je zou ongeveer kunnen zeggen dat we tot 1000 voor Christus praten over Indo-Europees. Dat we vanaf dan praten over Germaans. Dat we vanaf ongeveer 200 na Christus kunnen praten over West- en Noord-Germaans. Dat we vanaf ongeveer 400 kunnen praten over de kusttalen of kustdialecten. En dan natuurlijk ook over de landdialecten. Nou, als we dan weer wat dichter bij onze eigen tijd komen, dan hebben we de neiging om alle talen op te delen in drie of vier fasen. Namelijk een fase oud, een fase middel en een fase nieuw. En binnen die fase nieuw wordt dan ook nog wel eens een fase modern onderscheiden. Nou, waarom doen we dat? Kijk maar eens even mee naar een aantal talen die wij goed kennen. Namelijk het Fries, het Nederlands en het Duits. We zien in elk van die talen een aantal gemeenschappelijkheden. Namelijk dat op een gegeven moment de sprekers daarvan alle volle klinkers in de woorden van die talen wat slordiger gaan uitspreken. Ze worden vervangen door een zogenaamde stomme E, die in vaktaal ook wel eens de schwa wordt genoemd. Dat is het E-achtige klankje in bijvoorbeeld tafel. Denk eens aan een woordje als strata, dat de Germanen uit het Latijn hebben geleend, van de Romeinen. In strata, daar heb je twee mooie volle klinkers, twee A's, strata. Nou, wat gingen die Germanen op een gegeven moment doen? Ze gingen die tweede A, die gingen ze wat slordig uitspreken, waardoor strata langzaam veranderde in straten. Nou, op het moment dat dat gebeurt, zeggen we dat de fase oud overgaat naar de fase middel. Nou, en dan hebben we vaak ook nog een tweede criterium om te zeggen dat een taal niet meer in de fase oud zit, maar al in de fase middel. En dat is dat op dat moment de literatuur opkomt. En het gekke is, die twee dingen die gaan in heel veel Germaanse talen, gaan die zo'n beetje gelijk op. Op het moment dat die slordigheidjes erin komen, dan merk je ook dat er bijvoorbeeld ridderromans gaan verschijnen. En we zien dat dat in het Nederlands ongeveer in de 12e eeuw gebeurt. Alleen het Fries is hier een beetje gek. Het Fries wordt pas in de late middeleeuwen wat slordig, maar op dat moment komt er in het Fries geen literatuur op. Dat gebeurt in het Fries pas veel later, waardoor veel taalkundigen zeggen dat de overgang van oud naar middel bij het Fries pas in de 16e eeuw plaatsvindt, dus heel erg laat. Nou, dan hebben we ook de overgang van middel naar nieuw. En we zien dat bij die overgang van middel naar nieuw er in die taal ook weer van alles verandert. En een van de belangrijke opvallende veranderingen is dat die stomme eetjes in de fase nieuw in veel van die talen nog verder afslijten. Die gaan helemaal weg. Hè? We zien in het Nederlands bijvoorbeeld dat het straten dan verandert in straat. En dat is een van de redenen om vanaf ongeveer 1500 te gaan spreken over nieuw Nederlands in plaats van middel-Nederlands. Nou, in veel Germaanse talen gaat die overgang van middel naar nieuw, die gaat ook ongeveer gelijk op met de opkomst van de boeken, hè, van de boekdrukkunst, van de massapublicatie van geschriften.
geldt niet helemaal voor alle talen. Friese taalkundigen die laten de overgang van Middelfries naar Nieuw-Fries vaak pas rond 1800 beginnen. En soms is het ook een beetje een kwestie van afspraken. En maar over het algemeen kun je heel mooi zeggen dat in de overgang van oud naar middel naar nieuw klanken steeds slordiger worden. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste criteria om die driedeling te maken. Verder zien we heel vaak dat mensen woorden overnemen die hun buren gebruiken. Hè? Mensen die een dorp verderop wonen bijvoorbeeld. Ook als die een ander dialect spreken of een andere taal spreken, waardoor woorden soms in een bepaalde regio gaan voorkomen. Zelfs al worden ze gebruikt in talen die geen familie zijn of die hele verre familie van elkaar zijn. We zien dat vandaag de dag nog steeds bijvoorbeeld in België rond de taalgrens, waar Nederlandse en Franse dialecten heel makkelijk woorden van elkaar overnemen. Taalkundigen spreken daarom naast het stamboommodel dat we zo net hebben gezien van families van talen, spreken ze ook nog over het zogenaamde golfmodel. Volgens dat golfmodel verspreiden taalverschijnselen, bijvoorbeeld woorden, zich langzamerhand over naburige dialecten. En op die manier is onze woordenschat, bijvoorbeeld in het Nederlands van vandaag de dag, is een combinatie van geërfde woorden, hè, die kun je verklaren met het stamboommodel, van internationale woorden, internationalismen, en van woorden die we van onze buren hebben geleend, bijvoorbeeld van de Duitsstaligen, de Franstaligen en de Friestaligen, hè, en dat kun je verklaren met dat golfmodel. Op die manier kan taal heel snel veranderen, maar op die verandering wordt ook wel eens een rem gezet. Bijvoorbeeld door standaardisering. Dan gaan mensen proberen om een taal op een bepaalde manier vast te leggen, zodanig dat als mensen daar iets aan gaan veranderen, dat dan daarna fout wordt genoemd. En dat kunnen we heel mooi illustreren aan de hand van een zinnetje dat je ziet op de handout. Kijk maar eens mee. Peter heeft meer geld als mij. Nou, ik weet zeker dat er een aantal mensen zijn die naar dit filmpje kijken en die nu kromme tenen krijgen. Want die mensen die hebben allemaal op school geleerd dat het heel erg is om dit te zeggen en nog erger om het te schrijven. Nou, dan zijn er wel eens mensen die denken dat dit een vernieuwing is in het Nederlands. Een slechte vernieuwing vinden ze dan en dan noemen ze dat verloedering. Maar het gekke is, dit is helemaal niet nieuw. Deze constructie komt al honderden jaren voor in het Nederlands. Die bestond in de middeleeuwen al. Dus in de fase van het oud-Nederlands werd dit al gezegd. Nou, dan is het gek, hè? In de 17e eeuw, toen gingen allerlei mensen bedenken dat als er variatie bestond in een taal, hè, als de ene zei hij is groter dan ik en de andere zegt hij is groter als mij, dat een van die twee dan eigenlijk wel fout moet zijn. En dan gingen ze willekeurig een van die twee uitzoeken die dan fout werd genoemd. In het geval van die keuze tussen als en dan weten we zelfs precies wie dat regeltje heeft bedacht. Dat is een meneer Balthasar Huidekoper. Die heeft aan het einde van de 17e, op begin van de 18e eeuw heeft hij gezegd, na zo'n vergrotende trap, zoals groter, moet je altijd dan gebruiken. En als is dan fout. Er zijn een heleboel mensen die hebben van dat soort regeltjes bedacht. De meeste die kennen we ondertussen niet meer. Maar sommige die zijn blijven bestaan tot in onze tijd. En die vinden we vandaag de dag nog steeds in de schoolboekjes. Nou, hoe komt het nou dat zoveel mensen zich houden aan zo'n regeltje dat gewoon maar door iemand is bedacht een paar honderd jaar geleden? Nou, dat komt doordat het ook een sociale regel is geworden. Op dezelfde manier, zoals je vandaag de dag sociaal wordt afgestraft als je bijvoorbeeld rondloopt met sokken in sandalen of als je witte sportsokken over je broekspijpen draagt, hè, dan vinden mensen je een beetje raar en een beetje asociaal, hè, zo geldt het ook voor taal. Als je aan dit soort taalregeltjes houdt, dan kun je laten zien dat je netjes opgevoed bent, dat je naar school bent geweest en dat je in staat bent om je aan dit soort regeltjes te houden. Nou, dat standaardiseren van talen, daarvan weten we dat in de meeste gevallen 7 stapjes volgt. En ik laat je daarvoor op de handout een modelletje zien. Dat is een beetje een aanpassing van een model dat ooit gemaakt is door de taalkundige Einar Haugen. En in deze versie bestaat dat uit 7 stapjes. Kijk maar eens mee.
Nou, om te gaan standaardiseren moet je als eerste verscheidenheid hebben. Als alle sprekers iets op dezelfde manier doen, dan hoef je geen regels te bedenken. In Nederlands was de verscheidenheid er wel met als en dan. En je hebt ook zo'n gevalletje met hen en hun. De ene die zegt ik ga er met hen heen en de ander zegt ik ga er met hun heen. Nou, meneer Christian van Heulen die heeft in de 17e eeuw ook bedacht dat daar regeltjes voor moesten komen. Vandaag de dag zien we iets soortgelijks met wit en blank als namen voor huidskleur. De ene zegt wit en de ander zegt blank. En er zijn mensen die vinden dat daar iets in geregeld moet worden. Nou, dan een tweede stapje, dat is over het algemeen conceptualisering. En dat betekent gewoon dat je een naam moet hebben voor de taal waar je regels voor gaat maken. En we zien dan ook in het Nederlands dat in de 17e eeuw mensen langzamerhand gaan denken van nou, al die dialecten die er worden gesproken in Nederland, die vormen toch met elkaar een soort eenheid. En die eenheid, die geven we een naam. Die naam is nog wel eens gewisseld. Er werd wel gesproken over Nederduits en over Gemeenlands, maar ook al over Nederlands. En dat is een term die we natuurlijk vandaag de dag nog steeds gebruiken. Dan moet er ook sprake zijn van afbakening. Dat wil heel simpel zeggen, je moet gaan bedenken voor welk dialect gelden die regeltjes nog wel en voor welk dialect niet meer. Nou, dat was in de 17e eeuw in Nederland redelijk makkelijk, in elk geval aan de oostkant, want de grenzen van de toenmalige republiek, zeg maar de voorganger van Nederland met Duitsland, dat waren ook de grenzen van de taalregels. En in het zuiden was het helemaal makkelijk, want daar liep je op een gegeven moment tegen het Frans aan. En dat is natuurlijk een hele andere taal. Dan komen we bij de vierde stap. En dat is de dialectselectie. Nou, dat wil zeggen dat in de meeste gevallen één dialect wordt aangewezen als het beste, als het voorbeeld voor alle anderen. En in Nederland was dat heel simpelweg het dialect van de Randstad, van Holland, van de streek rond Amsterdam. Het hedendaagse Nederlands lijkt niet toevallig veel meer op de dialecten van de Randstad dan bijvoorbeeld op het Zuid-Limburgs of het Oost-Gronings. Dat is een bewuste keuze geweest in de 17e eeuw om het Hollands te bestempelen tot het beste Nederlands. En vandaag de dag hebben we de neiging om bijvoorbeeld Zeeuws of Drents of Oost-Gronings niet eens meer als Nederlands te beschouwen, maar als een andere taal of een ander dialect of iets wat buiten Nederlands valt. Dan komen we bij de volgende stap en dat is de codificatie. Dat wil zeggen dat je je regeltjes op papier gaat zetten. Nou, we zien ook dat vanaf de 17e eeuw er voor het Nederlands allemaal leerboekjes verschijnen, grammatica's verschijnen, woordenboeken verschijnen, waar allemaal in staat hoe mensen vinden dat je het Nederlands zou moeten gebruiken. Dan komen we bij een hele belangrijke volgende stap, namelijk de acceptatie. De sprekers van al die dialecten, die moeten zich ook aan jouw regels willen gaan houden. Nou, met sommige regels lukt dat wel, met andere niet. En het regeltje voor hen, hun, dat vinden we nog steeds in de boekjes. Mensen proberen zich daaraan te houden. Dat regeltje voor als en dan vinden we ook nog steeds in de boekjes. Mensen proberen zich daar ook aan te houden. En voor dat standaard Nederlands is dat redelijk goed gelukt. Mensen doen ook hun best vandaag de dag om standaard Nederlands te spreken. We zien ook dat het dialectgebruik in Nederland sterk is teruggelopen. Vlaanderen is het een klein beetje anders. Dan krijg je een soort tweedeling. Je hebt een heel klein groepje mensen die proberen zich heel strak aan die regeltjes te houden voor dat standaard Nederlands. Misschien nog wel strakker dan in Nederland. Terwijl de overgrote meerderheid zich er niet zo heel veel van aantrekt. En iets spreekt dat wat tussen dialect en standaard in zit. Dat wordt wel tussentaal genoemd. En dat wordt wel verkavelingsvlaams genoemd. Dat is een andere situatie dan in Nederland. Nou, en dan hebben we de elaboratie. Dat is niet per se de laatste stap, die wisselt wel eens een beetje met die acceptatie. En dat wil zeggen dat je de taal bij de tijd houdt, dat je steeds weer nieuwe regeltjes maakt. Of je woordenschat bijvoorbeeld up-to-date houdt. Als je wilt dat jouw standaardtaal ook voor wetenschap wordt gebruikt, dan moet je soms een heleboel nieuwe woorden bedenken. Of als er een nieuwe variatie optreedt, dan moet je er ook voor zorgen dat er in die variatie wel wordt gesnoeid. Dat je gaat zeggen, nou, een van de twee vormen die mensen gebruiken is goed en de andere niet. We zien dat vandaag de dag bijvoorbeeld met de discussie over, moet je mensen nou wit of moet je ze blank noemen als ze een bepaalde huidskleur hebben? Nou, zo'n discussie die kan een tijdje duren en vaak wordt er dan op een gegeven moment wordt er een norm vastgesteld. En dan krijg je daar weer acceptatie. Voor het Nederlands kun je zeggen dat die standaardisering behoorlijk goed gelukt is. Eigenlijk heeft het standaard Nederlands al die 7 stappen doorlopen. En dat geldt voor de meeste grote cultuurtalen. Bijvoorbeeld het standaard Duits, het standaard Frans en het standaard Engels. Je ziet wel eens dat er soms binnen zo'n taalgebied voor verschillende delen verschillende regeltjes gelden.
Zo zien we dat in het Nederlandse taalgebied soms voor Vlaanderen net iets andere regels gelden dan voor Nederlands. In dat geval zeggen we dat we niet te maken hebben met een monocentrische taal, hè, met één set regeltjes, maar met een pluricentrische taal. Dus met meer dan één standaard, hè, waarbij die standaarden vaak wel veel op elkaar lijken. Dan heb je nog talen waarbij de standaardisering nog maar deels afgerond is. En het Fries is daar een mooi voorbeeld van. In het Fries heb je wel de verscheidenheid. Je hebt die dialecten, dat is logisch. En daar kun je allerlei regels voor gaan maken. Het concept Fries bestaat ook. En de afbakening ook. We weten precies waar het Fries ophoudt en waar het Gronings begint. Dialectselectie is er ook. Voor het Fries is het dialect Kleifries, dat gesproken wordt zeg maar in de westelijke helft van Friesland, is gekozen als voorbeeld. Codificatie is er ook. Je kunt overal leerboeken vinden waarin staat hoe je Fries moet spreken. Je kunt woordenboeken krijgen, je kunt grammatica's krijgen, geen enkel probleem. Je kunt overal kun je het standaard Fries vinden. Alleen bij de acceptatie gaat het mis. De Friestaligen die hebben bij het spreken helemaal de behoefte niet om zich te houden aan die regeltjes. En dat is anders dan bij het Nederlands. In de 19e eeuw was het bij het Nederlands trouwens ook nog zo. Toen was het standaard Nederlands was een schrijftaal. En in het Fries zien we dat ook. Op schrift probeerden de Friezen zich wel aan die regeltjes te houden, maar tijdens het spreken helemaal niet. Nou, en dan de elaboratie, dat is bij het Fries een beetje onduidelijk. Je merkt dat je in het Fries lang niet over alles kunt spreken in het standaard Fries. Je komt soms woorden tekort, bijvoorbeeld in de wetenschap. En als een nieuwe variatie optreedt, is ook lang niet altijd duidelijk of die nou wel of niet wordt geaccepteerd. Kun je nog minder standaardisering hebben? Jazeker. Neem als voorbeeld het Drents. Is er een Drents verscheidenheid? Tuurlijk. Is er conceptualisering? Tuurlijk. Is er afbakening? Nou, dat wordt al een beetje een probleem. De Drenten en de Groningers die maken er bijvoorbeeld nog steeds ruzie over of de dialecten van de Veenkoloniën nou Gronings of Fries zijn. Is er dialectselectie? Is er gezegd dat één soort Drents als voorbeeld moet dienen voor alle anderen? Helemaal niet. Is er codificatie? Zijn de regels voor het standaard Drents ergens vastgelegd? Absoluut niet. Sterker nog, als je een cursus Drents volgt, dan leer je het Drents van het dorp waar die cursus wordt gegeven. Is er acceptatie? Als er geen regels zijn, dan vallen er ook geen regels te accepteren. En is er elaboratie? Zijn er pogingen om de woordenschat te vergroten, om in die verscheidenheid steeds weer nieuwe regeltjes te maken? Nee, natuurlijk niet. Je kunt dus zeggen dat variëteiten meer of minder gestandardiseerd zijn. Het Nederlands is heel erg gestandardiseerd, het Fries een beetje minder en het Drents bijna niet. En dat is een veel zinvoller onderscheid dan dat eeuwige gezeur over iets nou over de vraag of iets nou een taal of een dialect is. Nou, wat hebben we vandaag geleerd? We hebben gezien dat het Indo-Europees, een hele oude taal, zich langzamerhand in stapjes via Germaans en West-Germaans en Land-Germaans heeft ontwikkeld tot het hedendaagse Nederlands. We noemen het Nederlands vanaf ongeveer 600 na Christus. Dan hebben we gezien dat we een Oud-Nederlands, een Middel-Nederlands en een Nieuw-Nederlands hebben, misschien nog een Modern-Nederlands. Dat het Nederlands zijn woorden niet alleen heeft van het Indo-Europees, maar af en toe ook nog wel eens iets leent uit andere talen, die familie kunnen zijn, maar dat helemaal niet hoeven te zijn. We hebben gezien dat er in het Nederlands zogenaamde internationalismen zitten. En we hebben gezien dat het Nederlands vanaf ongeveer de 17e eeuw gestandardiseerd is en dat die standaardisering behoorlijk goed gelukt is, terwijl dat voor andere talen soms niet geldt.